Grote renners als Peter Sagan en Tom Dumoulin rijden voor de tijdrit 9,6 kilometer tegen de klok in door Breda. Om alles letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden, werd het parcours al vanaf 6 uur vanmorgen afgesloten. Automobilisten stonden daardoor urenlang muurvast. Maar dat kon de echte fans niet schelen. Voor Tom Dumoulin en Nicky Terpstra vind ik wel de toppers hier. Tenminste voor mij dan. Als ik het goed heb, zitten we hier al een tijdje. Vanaf 11 uur. Wethouder Paul de Beer is er trots op dat de Eneco Tour weer de stad Breda aandoet. De enorme verkeerschaos neemt hij min of meer op de koop toe. Tuurlijk, er zijn ook mensen die er wel wat last van hadden. Dat hebben we vanochtend ook gemerkt. Goed, daar gaan we ook weer mee aan de slag om dat voor volgende editie weer te verbeteren. Maar ik denk dat de balans toch positief uitpakt richting de aantrekkingskracht van het evenement. Want je zult straks weer zien dat hier duizenden mensen staan te genieten. Aan de Eneco Tour door Nederland en België doen grote namen mee. Onder wie Tony Martin en de kerstverse Europees kampioen Peter Sagan. De echte liefhebber kan zijn hart ophalen. Staat er dichtbij, het is aanraakbaar. Je kunt bij de renners komen, het is mooi weer. Heel de entourage, dat is geweldig. Tenminste als je liefhebber bent. En ik ben een liefhebber. Nederlands trots Tom Dumoulin won in Rio nog een zilveren plak op het onderdeel tijdrijden. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen bij de fans, maar helaas viel zijn tijd tegen. Winnaar van de tijdrit werd Rowan Dennis uit Australië. De Eneco Tour duurt nog tot 25 september.